die deze formatie dan wel heeft opgeleverd, is dat de vier partijen een aantal dingen hebben opgeschreven over de rechtsstaat. Verdrietig genoeg dat het nodig was, maar er staat een en ander. En er staat ook een en ander wat wel echt een verandering betekent van houding van de PVV. Mijn vraag, voorzitter, is de PVV hiermee ook echt veranderd als partij? Als het gaat om de visie op godsdienstvrijheid, heeft de PVV voortaan daarop een andere visie dan voorheen? Nee, voorzitter, we hebben eigenlijk altijd dezelfde visie gehad. Daarom was het ook zo makkelijk om dit te ondertekenen. Kijk, weet u, vanaf dag 1, ik ben nou een jaar of... Nou, ik ben de nestel van deze Kamer. Ik zit 25 jaar in deze Kamer. En ik heb eigenlijk, voorzitter, u gunt mij geen half uur de tijd, maar dat zou eigenlijk mijn antwoord duren. Ik ben van begin af aan, dat ik Kamerlid werd, ben ik opgekomen voor de vrijheid van Nederland. Heb ik mij ingezet om gevaren die ik zag voor die vrijheid, om die tegen te gaan. En ik zag, voorzitter, dat de islam in ieder land, wat ik had bezocht, voordat ik in de veiligheidsproblemen kwam 20 jaar geleden, dit jaar, heb ik ongeveer alle islamitische en Arabische landen bezocht in de wereld, waar ook wij immigratie van kregen, zag ik dat daar een constante was van haat, van angst, van onderdrukking, van onvrijheid, van een gebrek aan maatschappelijk middenveld, van totale onvrijheid, geen parlement die een dictator naar huis kon sturen, geen onafhankelijke rechter, helemaal niets, nergens in die landen. En ik zag dat wij die cultuur en die ideologie middels migratie en asiel naar ons land haalden, ook sommige landen als Frankrijk die daar oud-koloniën hadden. En ik heb mij met de wens voor vrijheid, ik heb niet voor niets onze partij, de Partij voor de Vrijheid genoemd, ingezet met alles om die vrijheid te beschermen. Alles wat ik heb gezegd over de islam in het verleden was erop gericht om de vrijheid van Nederlanders te beschermen, omdat ik intrinsiek geloofde en nog steeds geloof dat de islam, kijk bijvoorbeeld naar gelijkheid, geen gelijkheid geeft aan mensen die islamitisch zijn en niet islamitisch. Kijk naar hun houding ten aanzien van vrouwen, ten aanzien van homoseksuelen, ten aanzien van joden, ten aanzien van christenen, ten aanzien van mensen die de islam verlaten. Dat is iets verschrikkelijks, dat is ongelijkheid. En doordat ik in Nederland heb gezegd, wij moeten daar uitzonderingen van maken, vocht ik voor de vrijheid. Vocht ik voor de vrijheid van die land. Dat waren geen voorstellen die geïnspireerd waren door haat of afkeer of discriminatie. Die kwamen en komen uit mijn ziel om de vrijheid van Nederland te waarborgen. En nu hebben we dat gedaan op een andere manier. Nu zeggen we, en dat vind ik ook zeer terecht, dat wij de islam en de moslims in Nederland gelijk moeten behandelen als ieder ander. Dus ze krijgen, dat is een volstrekte vanzelfsprekendheid voor mij, geen enkel probleem. Want nogmaals, het gevecht voor vrijheid staat aan dezelfde kant. Nu gaan wij zorgen dat die mensen allemaal moskeeën mogen bezoeken. Dat zij een Korans mogen hebben. En wij vinden dat prima. Betekent dat dat onze visie, dat onze kritiek op de islam is veranderd? Nee, dat betekent het helemaal niet. Er staat ook in de verklaring die we allemaal hebben ondertekend dat religiekritiek mag. We hebben zelfs een paar jaar geleden hier in Nederland blasfemie uit het wetboek van strafrecht gehaald. Dus ik vind nog steeds dat de islam als religie een verwerpelijke, een haatdragende en een geweld oproepende religie is. Dus het standpunt van de islam verandert niet. We passen het wel toe in het kader van de grondwet, 100% gelijk. En we vechten nog steeds door die kritiek nu aan dezelfde kant voor de vrijheid van al die Nederlanders die dat verdienen. En tot de eerste dag 25 jaar geleden, tot de laatste dag, wanneer het ook is dat ik hier rondloop, zal ik die vrijheid blijven verdedigen.